Als wij aan expeditie denken, zijn er heel wat alternatieven. Men denkt vaak, we gaan naar ongerepte gebieden waar geen door de mens gebouwde infrastructuur aanwezig is. Daarom zullen wij gebruik maken van die speciaal ontwikkelde Zodiacs. En die worden dus gebruikt om de klanten, onze gasten aan boord, in comfort vanuit het schip naar de kust te brengen. En er zijn zo 2-3 plaatsen ter wereld waar wij aan expedities denken. 1 is natuurlijk vanzelfsprekend Antarctica. Het tweede gebied op aarde is het Hoge Noorden, inclusief het Hoge Noorden van Canada, Groenland, IJsland en voornamelijk ontzettend dicht bij ons thuis, is het hele archipel van Svalbard, bij ons ook wel bekend als Spitsbergen. Nu, Svalbard behoort tot Noorwegen, is een archipel met een 60.000 vierkante kilometer, waarvan 60% bedekt met een belangrijke ijslaag. En dit gebied heeft dan een ongelooflijk aantal gletsjers. En we denken zo rond de 2100 gletsjers. En een van de hoogtepunten is natuurlijk die gletsjers, niet alleen aan land, maar ook vanuit de Zodiac in comfort te kunnen bekijken en dan meer te leren over het ijs, over de dieren. Natuurlijk, vanzelfsprekend zien wij in het Hoge Noorden andere diersoorten als in Antarctica. Dat is het grote verschil. Het Hoge Noorden, vanzelfsprekend geen pinguïns. We hebben daar echter een aantal zeevogelsoorten. In het Hoge Noorden zullen wij walrussen zoeken, rendieren en dan natuurlijk de koning van het Hoge Noorden, de ijsbeer. En met een beetje geluk zullen wij hopelijk wat ijsberen kunnen spotten tijdens onze expeditie in het Hoge Noorden.